Welkom bij Ben je nog aan het kijken, de podcast waar ik, uw host Xander de Rijke, iedere week praat met gasten over hun favoriete televisieprogramma. De show waar we deze aflevering over hebben is Euphoria, een Amerikaans tienerdrama dat sinds 2019 op HBO loopt. De show is losjes gebaseerd op de gelijknamige Israëlische miniserie en volgt een aantal middelbare schoolstudenten en hun ervaring met vriendschap, trauma, maar vooral ook drugs en seks. Rue Bennett, gespeeld door de geweldige Zendaya, staat centraal in de serie, maar ook haar drugproblematiek en haar speciale band met haar beste transgender vriendin Jules Vaughn, gespeeld door Hunter Schafer. De show is momenteel aan haar tweede seizoen bezig en is reeds verlengd voor een derde. Naast het eerste seizoen zijn er ook twee specials te vinden die nog meer focussen op Rue en Jules. De serie wordt vooral geprezen vanwege de cinematografie, score, uitmuntende prestaties van de cast en de aanpak van volwassen onderwerpen. Toch heeft het ook veel kritiek gekregen vanwege de controversiële seksuele scènes, als ook de overmatige hoeveelheid naaktheid. Mijn god, ik heb nog nooit zoveel penissen in mijn leven gezien en ik heb mijn puberteit meegemaakt met internet. En je nog aan het kijken? Mijn gast vandaag werkt achter de schermen als redactie en regisseuse bij M&M en is de resident binge-watcher bij Generation M. Zeer blij haar te verwelkomen in de podcast, Iman Boudadi. Ben je nog aan het kijken? Zeg een fervent tv-kijker, ja of nee? TV niet, eigenlijk. Ik ga zo soms naar huis, naar West-Vlaanderen, naar mijn familie. En dat is het enige gezin dat ik ken die ook niks van streamingsdiensten heeft. Dus als ik daar naartoe ga, dan moet ik wel kijken naar Vlaamse TV. Maar thuis heb ik echt enkel de streamingsdiensten. Dus ik heb Streams, Disney Plus en Netflix. Ja. En dan heb je ook nog VRT Nu, waar ik ook wel soms op tik. En dan heb je GoPlay en hoe heet het daar allemaal. En daar ben ik echt wel mee verzadigd. Ik vind dat echt genoeg. Ja. Ja, het is want hoe oud zijn je nu? 23. Ja, het begint wel frappant meer en meer te worden. Dit zal de laatste generatie. Ik denk dat ik nog met mijn 34 zo net nog een generatie heeft die nog veel lineaire tv kijkt, maar ook ik denk echt eerlijk, de dag dat ik alleen gaan wonen ben er zitten wel wat illegale downloads in mijn verleden ook, dat gaan we niet wegsteken, het is te laat om mij erop te pakken nu, maar zeker nu, met 100 streamingdiensten en je kunt letterlijk op alles met een scherm tv kijken. Maar ja. En ik vind het ook zot dat elke streamingsdienst zo zijn eigen DNA heeft kunnen uittekenen. Ik dacht zo, toen dat Streams kwam, was het van, ja, maar wie gaat daar naar kijken? Want je hebt Netflix en je hebt Disney Plus. En waarom zou je zelf Streams nemen? Terwijl nu moest ik een top 3 maken van de streamingsdiensten dat ik heb. Streams staat daarin. En redelijk van boven. Netflix zou ik nu zelfs eigenlijk overwegen om niet meer te betalen. Ah, wel, dat is eigenlijk een goede observatie. Want ik betrap mezelf, zeker het afgelopen jaar, dat ik minder en minder Netflix zie. Ja, dat is ook omdat die echt heel shitty series releasen. Omdat dat is zo hun DNA geworden. Zo heel brainless tv precies. Die Too Hot to Handle niet met dat derde seizoen. Dan denk ik, ik weet wat ik aan Netflix heb. En dat is op een zondagavond als ik niks wil zien. En dan scroll ik door Netflix. En dan pak ik zo het eerste domste dat ik tegenkom. Meestal ook zo met de meest flashy foto erbij. En dan weet ik, dit kan ik kijken terwijl ik eigenlijk op mijn gsm zit te scrollen. Terwijl als ik naar streams ga, dan weet ik, ik moet mijn kopje erbij hebben. En Disney Plus is dan weer voor zo de warme knuffel van binnen. Holy shit, je verkoopt ze wel. Je verkoopt ze zo goed dat ik zelfs met mijn pijn in het hart moet akkoord gaan om te zeggen dat Netflix de bal een beetje heeft laten vallen het afgelopen jaar. Ja, super hard. En dat streams wel schade aan het inhalen is. Ja, keihard. Iedereen lachte met streams. Dat was van ons, hè, met die zet. Ja, tuurlijk. Dat is hun eigenaar. Ja. Dat kan streams niet meer recht trekken. Tot op vandaag ga ik zeggen dat ik een afschuwelijke hekel aan die titel heb. Ja. Het is echt jaren 90 jommerskrant. Heb je ooit Bratz gezien? Streams is een beetje de Bratz van de Netflix-diensten, inderdaad. Ja, eigenlijk wel. Er is zo'n scène in Bratz. En ik ben nog goed dat ze zo een naam voor hun modemagazine wilden maken. En dan zeiden ze van, we zijn eigenlijk wel Bratz, maar we moeten het eigenlijk nog rebelser maken. Dus we gaan van een S een Z maken. En dat is exact hoe dat ik denk. Dat de pitch was. Dat de pitch was bij Streams.
Ja, maar vooral omdat als ik dan denk... ik denk niet dat ik al zoveel tv gezien heb als de afgelopen 2 jaar. En jij misschien ook. Ja, corona. Gewoon door corona. En in mijn hoofd heeft Netflix een lopende start gehad met Tiger King. Tiger King en het schaken, hè, The Queen's Gambit. Ja. Dat was ook. En dan La Casa de Papel, die ook altijd terugkomt zonder dat je het wilt, soms. die te lang terugkwam. Zo de laatste seizoen in 2, dat was te veel. Maar dat is bij alles toch? Is dat niet met iedere reeks? Vanaf dat ze met een reeks beginnen zeggen van... Het laatste seizoen gaan we in 2 delen doen, denk je van... Want het is het waard om 2 jaar te wachten op iets? Ja, nee. Niks, geen enkel tv-reeks is het echt waard om zo lang te wachten. Er zijn weinig reeksen die na seizoen 3 nog goed doen. Dat is echt zo'n rare analyse van series dat je altijd in heel veel series kunt terugvinden. Het eerste seizoen, kennismakingsseizoen. Mm-hmm. You hate it or you love it. Het tweede seizoen, keren ze het altijd een beetje om. En vanaf het derde seizoen is het zo, ja, nu is het goed geweest. En om dan nog een goed 4e, 5e, 6e seizoen, behalve gelijk... Community of Friends of alleen maar dat is een heel ander genre. Ja. Maar echt zo. Ik vind uw theorie interessant. Hè. Want een van mezelf, die ik al heel veel tot vervelend toen deze podcast herhaald heb, is dat iedere reeks een seizoen te veel heeft, sowieso. Ja. Er bestaat geen enkel tv-reeks die bijna perfect zijn timing binnenkomt. Ja. Er zijn er, maar het is echt heel beperkt. Heb er die meestal een seizoen te veel hebben op het einde, heb er die soms een seizoen in het begin niet goed hebben. Like Parks and Rec. Ja. Die hebben zo een heel saai eerste seizoen en daarna pikt dat weer op voor god weet welke reden. En dan moet je maar eens zeggen tegen je vrienden, je moet echt kijken naar die... Ploeg nu door 8 afleveringen, maar daarna wordt het beter. En bij veel mensen is het zo echt 8. Wat voor een huiswerk is dit? Maar als na 1 seizoen beter wordt, dan kan ik er nog mee leven. Want ik had ooit... Ik ben niet zo'n supergrote fan van Game of Thrones. Ik ook niet. Ah, oké, goed. Meestal word ik echt zo al meteen doodgeschoten door de ogen. Shit. Ja, en ik ben beginnen kijken omdat een vriend van mij zei van, je moet dat echt zien, dat is echt zo goed. En nee, je moet wachten. Je moet wachten, alles komt samen. Je gaat echt mindblown zijn. Ik zat aan seizoen 6 en ik dacht, manneke, ik vind het nog altijd niet leuk. Het is echt mijn ding niet. Als het nu niet komt, gaat het nooit komen. Oh, hè. Iemand, dus zij blij 6. Dat je dat niet in real time gevolgd hebt. Want, en ik ben dat er was net voordat dat laatste seizoen uitkwam. Zijn we dat beginnen kijken? Goh. In aanloop naar dat laatste seizoen. En dan was ik zo blij dat dat laatste seizoen op niks trok. En dan dacht ik echt, voilà, oh ja, omdat niet meer uitkomen. Het was echt nog recent dat ik iemand op Twitter iets zag posten. Dat ze hebben nergens een Game of Thrones experience open gedaan. Want waarom zitten we daar nog op te wachten, in godsnaam? En ik had zo een grap geantwoord van... Dus als de Game of Thrones experience, laat mij dat aan, dat is dan... 3 leuke kamers, 4 middelmatige kamers en dan keilang wandelen naar een heel saai, teleurstellende kamer. En ja, ik ben zo blij dat ik zo wat afgehaakt ben als seizoen 3 en mijn eigen daar niet meer geïnvesteerd heb. Nee, want er bestaat niet veel reeksen waar zoveel hype over gegaan is en daarna niks meer over gezegd heeft. Iedereen was beschaamd. Dat was echt gewoon zo... Geweldig. De maandag na de One Night Stand moeten terugwandelen met je schoenen in je hand. Dat was echt zo... het is niet gebeurd. Ik hoor nu ook niemand zeggen... Oh, weet je welke reeks dat je echt eens moet kijken? Game of Thrones. Dat hoor ik nu niemand niet meer zeggen. Nee. Dus, er is geen nut aan. Dus en voor veel mensen die het nooit gezien hebben, je ziet die vaak zo vrede nemen met de essentie ervan. Ja. Van het is zo wat incest en bedrog en wat moord. Ja, en met je draken. Ça va. Ja, veel bloot en ook. Okay. Dat gaat zo in het kanon komen, gelijk Star Wars. Niet dat Star Wars even goed is als Game of Thrones of zo, maar dat sommige mensen nooit dat gaan zien, maar je snapt de essentie wel. Ja, het is met lightsabers en Darth Vader en van die toestanden. Ja, echt, exact. Maar nu komt er ook nog eens een prequel, hè? Ja, I don't give a shit. Alsof iemand daarop zit te wachten. Alsof dat daar nog een verhaal te vertellen is. Maar als de schrijver zijn laatste boek zelf niet kan afwerken, waarom moeten wij shit gaan bijschrijven? Ja, maar ik denk dat zo... Misschien is het zo'n beetje het Dexter-effect. Iedereen was zo boos om het einde van Dexter... Mm-hmm. Dat die nu gewoon een soort van vervolg hebben gemaakt, die wel echt heel goed is. En die zo'n beetje de ontevredenheid heeft kunnen goedmaken, denk ik. Heb je dat volledig seizoen uitgekeken? Het laatste nu? Niet volledig. Maar ik ben wel... Oeh, je bent niet content van het einde.
Ik ben misschien... Oh, moet ik het uitkijken? Nee. Jawel, ik vind het wel. Je moet het echt uitkijken. Maar mijn punt is dit over het nieuwe seizoen van Dexter. Zonder u spoilers te geven of de mensen die het nog niet gezien hebben. De algemene consensus lijkt dat de laatste aflevering dezelfde fout weer opnieuw maakt en even teleurstellend is. Nee, waarom? Die waren zo goed begonnen. Maar... ik ga niet akkoord. Maar moet me wel sturen als je het gezien hebt. Ja. Maar ik wil het wel weten, want er zijn nog zoveel mensen die het echt effectief volledig bekeken hebben. Ja. Maar ik kijk graag op IMDb naar aparte scores van aflevering. Ik weet dat niet altijd evenveel voorstelt. Maar omdat, weet dat, een 6 of een 7, dat is neutraliteit. Maar vanaf dat iets een heel slechte score heeft, of een heel goede, ben ik altijd geïntrigeerd. En de voorlaatste aflevering van Dexter heeft echt zo 9,4. En de laatste zo 3,4. Dus daar is iets gebeurd. Stapte ik zag en dacht, what the fuck is er daar gebeurd op zo'n 40 minuten tijd nog? Oh god. We hebben zo een consensus met mijn vriendengroep van thuis nog. Van, we kijken geen film als die lager scoort dan 7 op IMDb. Omdat dat zo de middle ground is. En soms betrap ik mij erop dat ik zo onder de 7 ga. Ik dacht van, hoe slecht kan het zijn? En meestal moet ik echt zeggen dat ik er dan spijt van heb. Dus als het laatste... van Dexter 3,9 heeft? Ja, het is echt belachelijk. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd, want jij had het misschien er iets scherper in zien. Ik heb het nu wel wekelijks gevolgd, omdat we zaten er wel in. En de consensus lijkt me te zijn dat mensen zeggen, iedereen erin maakt in één keer keuzes die allemaal tegenovergestelde zijn van wat karakter is geweest het afgelopen seizoen. Ik had dat iets minder, maar... Oh, dat is zo jammer als dat gebeurt. Als het zo niet logisch is... Mijn ding is wel, met scores en recensies, is dat een middelmatige score, like 7, dat maakt mij eigenlijk gewoon lauw warm. Ja. Ik ga rapper naar iets gaan kijken als het heel slechte recensies heeft of heel goede recensies, omdat ik wil weten van, wat is er daar aan de hand? Maar soms is iets zo slecht dat het goed is. Ja, daarmee. Dus, ik vind dat nu mooi als je bijvoorbeeld ziet hoe dat de Rotten Tomatoes scores van Jackass... Mm-hmm. Like zo met de tijdsgeest veranderd gegaan zijn. Dat... Ja, heeft... hoe heet het nu weer? Je hebt Room en je hebt The Room. En je hebt die een hele slechte... Allee, de iconische. The Room is de iconische, ja. Dat en die heeft een topscore, hè. Maar dat is gewoon een meme geworden. Ja. En dan zouden denken... Ah, supergoeie film. Toch niet. Het is zo'n Rickroll, maar dan precies een film. Ja, absoluut. Ja. Nee, ik heb die ook gezien. Er is geen deftige manier om die te zien. Allee, ja, er zijn met een grote groep mensen die kunnen zeveren en erdoor praten. En... Het is ook een drankspelletje, hè? Ja. De Room, zo elke keer als hem dit doet of elke keer als hem dat doet. Ja, of lepels gooien of... Ja, of, inderdaad. Heb je ooit die film gezien met James Franco? De film over de film? Ja, deels. Ik heb hem niet uitgekeken, want ik ben er wel eens doorgeskipt. Dat is wel goed. Ja? Dat is wel goed. Natuurlijk, ja, nu naar James Franco kijken is ook altijd zo... No, thank you. Ja. Wat ik daarnet wou zeggen is... Waart je iemand die into Stranger Things is? Nee. Dat is raar, hè? Nee, ik vind dat niet raar. Die een hype volledig gemist. Ik wou daar gewoon illustreren van... Dat is voor mij niet meer waard om er zo lang op te wachten. Nee, dat snap ik. Ja. Omdat Netflix is net zoals alle streamingdiensten. Als je reclame maakt of promo, of zelfs als je naar die site gaat, dan heb je een abonnement. Is altijd zo... Dit is wat wij hebben. En dat is altijd zo dat beeld van Stranger Things. Dat ik dacht van, nog altijd. Allee, die kinderen zijn nu toch al 27 jaar oud op dit moment. Ja, maar die verouderen ook in het echt. Hoe gaan die nog zo jong krijgen? Ik zag zo een trailer en dat is dan zo'n trailer volgend jaar. Dat ik denk van, volgend jaar? Oké, dan nog 3 jaar. Want dat is al 3 jaar of zo, 2 jaar dat we erop wachten. Echt super lang. En je ziet zo van die gastjes rondlopen. Het is nog altijd de jaren 80, maar die hebben zo datzelfde potkapsel van op hun 8. En die zijn overduidelijk allemaal zo... 17, 18 jaar aan het worden. Dus je denkt, maar over wat gaat deze nu nog in godsnaam? Ja, ik denk ook van, wat doen die nu eigenlijk? Die acteurs, zo Millie Bobby Brown. buiten live gaan op Instagram, wat doet die eigenlijk nog? En zo wat grote bombastische films, zoals Godzilla, maar dat... Ja. Maar dat is wel grappig, want als ik mijn voorbereiding maak voor mijn binge-watch-item bij Generation M, dan check ik altijd bij Netflix trending of hot and coming. En dan is zo, dit komt er vanaf deze week, dit komt er vanaf volgende week en dit zit er aan te komen. Ja. En dan staat Stranger Things er altijd tussen. Ja. En dan denk ik, maar wat,
stop daar eens mee. Dat is gewoon edging. Dat is gewoon, dat is gewoon constant zeggen, het komt ze, het komt ze. Maar het komt er gewoon nooit. Dat is eigenlijk wel waar, omdat die soms echt van die dingen doen van, misschien kun je dit in je lijst zetten. En dan reageer ik van, is daar een nieuw seizoen van? Oftewel is dat seizoen een half jaar geleden uitgekomen. Of kondigen ze een aan waar ze gewoon een datum voor hebben. Ja. Maar die durven ook echt dingen al klaarzetten, zonder dat dat een affiche heeft. Hè. Dan gaan die gewoon zo zwart met witte letters een naam zetten. Dan denk ik, maar meen jij dat nu? Dat is... Ook zo Bridgerton. Dan zie je dat ze verschijnen en denk je van, ah, nieuw seizoen. Het is bevestigd. Er komt een nieuw seizoen. Dat is niks. Dan denk ik, oké. Dat is niks. Dat is like, ze durven ook nog altijd like, in een Game Mania doen. Als je in een Game Mania binnengaat, mm-hmm. de spelletjes die er aankomen, durven ze zo lege dozen van zetten. Oh god. Dat je dan denkt, ja, maar... Flikker het een keer op. Allee, wat is dat nu? Dus wat kan ik nu doen? Zo'n lege doos oppakken? En dan ga jij zeggen, ah ja, je moet pre-orderen. En dan wat die lege doos weer terugzetten. Dus dat, zo deprimerend. Oh. Ja. Wat is uw mening over... ik ben langzaam naar Euphoria aan toewerken mm-hmm. daarmee. Wat is uw mening over dat we dus leven in een tijd van streaming en dat al die streamingdiensten nu weer wekelijks een aflevering beginnen droppen? Ja, dat is raar, hè? Ik ben er geen fan van. Ik kan er niet aan. Op vlak van Euphoria ben ik daar wel fan van. Mm-hmm. Omdat dat is, die kijkcijfers zijn nu met het nieuwe seizoen, als ik het goed heb, bijna 100% naar omhoog gegaan. En dat is ook de reden waarom dat er nu zoveel rond te doen is, omdat er gewoon dubbel zoveel mensen kijken bijna. Mm-hmm. En dat is wel leuk, zo dat communitygevoel. Ja. En weten dat dat zo altijd zondagsnachts, van zondag op maandag online komt en iedereen kijkt dat maandagavond. En dan vanaf dinsdag ja, is het een en al spoilers hè, op uw tijdlijn. En gelijk nu, ik heb nu deze week toevallig aflevering van deze week nog niet kunnen zien. Mm-hmm. Omdat ik gisteren en eergisteren toevallig plannen had s'avonds, waardoor ik niet heb kunnen kijken. En constant sociale media, ik moet dat mijden. Maar als je daarin zit, is dat wel heel leuk. Ik had dat wel onderschat, want ik ga eerlijk zijn, ik ben naar Euphoria beginnen kijken, wegens dat het uw gekozen programma is. En geloof mij, het is nu het derde seizoen dat ik dit doe. En ik denk, bijna iedere vrouw die in de podcast gezeten heeft of zal zitten, die valt in die shortlist Euphoria staan. Ja. En ik heb dat afgelopen twee seizoenen altijd zo'n beetje eruit gepetst. Voornamelijk omdat ik het nog niet gezien had. En ik wou het mijn eigen makkelijk maken van, dat moet ik niet te veel inhalen. Ook omdat ik weer in mijn hoofd was, dat zo een reeks van 24 afleveringen, al drie seizoenen. Maar dan, jij koos en dacht, oké, fuck it, we gaan Euphoria doen. En dan zag ik... Ben wel vereerd nu. Ja, maar ja, ça va. Weet je, het was ook het nieuwe seizoen was ook net gestart en al die buzz was bezig. Dus... Dan heeft Bomba zoiets van, dat is al goed, ik zal gaan kijken wat de jeugd hier allemaal mee bezig is. Maar Euphoria vind ik ook soms te zwaar om te bingen. Ja, want, tuurlijk. Allee, die ervaring van dat te bingen, hoe was dat dan? Dat was toch... Kan niet zijn dat ik dat gebinge heb. Ik heb iedere dag één aflevering bekeken. Dat is hoe dat je het moet doen. Als je het wilt inhalen, moet je het echt zo doen. Want ik heb in de zomer eens het volledig gebinged, omdat ik wist dat het nieuwe seizoen eraan kwam. En ik was niet meer mee. Ik wist totaal niet meer wat er was gebeurd. Ja. En ik heb soms echt gewoon de aflevering, in het midden van de aflevering, op pauze moeten zetten. Mm. Gewoon even mijn benen moeten gaan strekken. Ik dacht, oeh. Well, ik zou zeggen wat mijn combo was. Ik ben, wat er zit nu, wat, tussen ik die gestuurd heb en dit zit er wel een kleine twee weken of zo. Zoiets, ja. En ik ben nu... Bijna iedere dag heb ik back-to-back een aflevering van Euphoria bekeken en een aflevering van die nieuwe Koreaanse zombie-reeks op Netflix. Ja! Wat weet je niet meer? Op die school, hè? All of Us Are Dead? Ja. All of Us Are Dead. Ik heb die trailer gezien. Ik wou die eigenlijk ook nog goed kijken. Dus die twee ben ik zo back-to-back aan het bekijken. En dat is eigenlijk een goede combo, omdat dat... Weet al, een uur Euphoria is dan altijd even zo erin en dan die Koreanen gewoon een uur zien weglopen in een schoolgebouw. Dat is allemaal goed voor mij. Dat is de perfecte combo. Zie, daar combo. Is Netflix goed voor. Ja, voor even de knop uit te even zetten. Even breinloos kijken. Ik heb Netflix denk ik vooral om gewoon een lijst te hebben waar ik shit blijf inschuiven, dat ik nooit naar kijk. Ja. Ja. Het is gelijk zo de boeken, hè. Dat je zegt van, ja, ik zal die ooit wel eens kopen, ik zal die ooit wel eens lezen. Die staan zo in je boekkast en ja, ik denk, moest Netflix ooit iets doen als de Netflix Wrapped? Gelijk Spotify. Oh, dat is een keigoed idee. Dat zal lachen zijn. Dat heel confronterend zou zijn. Dat er bij mij waarschijnlijk het nummer één ding dat je bekeken hebt, is uw lijst. Dat is het meeste wat ik gedaan heb. Is het 14 minuten zitten zoeken van, nou, wat ga ik hier eigenlijk kijken? En dan, maar ik ga gewoon gaan slapen. En dan... Ja, Netflix heeft daar een oplossing. Maar een oplossing is het eigenlijk niet. Zo'n shuffle-knoppen hebben die nu op hun site. Maar dat is het ding. Als je weet niet wat je wilt kijken, je duwt op die een shuffle. En dan denkt je vijf keer, ja, maar dit niet. Ik ga niet akkoord. Maar dit niet.
Ja. Dat is net hetzelfde als uw Spotify Discover Weekly. Ik vind die wel leuk, omdat ik dan zo heel kwaad moet toegeven. Je hebt gelijk, dat vind ik wel leuk, Spotify. Maar vaak zeg ik ook van, nee, van mijn leven niet. Waarom niet? Omdat dat ook combo's samengesteld op alles. En in mijn geval, zeker dan qua muziek, als ik zo van die jaren heb waar ik die show maak, heb ik zo'n clusterfuck van mijn muziek en Niels de Stadsbader en Samson beluisterd. Waardoor dat mijn eindrapt of al die suggesties van misschien vind je Jonas van Geel en Jelle Kleimans ook leuk. Nee, daar gaan we niet over binnen discussiëren. En Netflix doet exact hetzelfde. Je hebt zo ene keer iets in een minuut bekeken. Ja. En na een minuut zei je brein al, boeit me niet. En dan krijg je voor de rest van je leven daar de gevolgen van in je Netflix-lijst. Ja. Want misschien vind je deze kutreeks ook leuk. Nee. Laat me maar met rust. Dan heb je nog nooit een Netflix-account gedeeld. Dat is nog erger. Nee, dat heb ik inderdaad nog nooit gedaan. Ja, want ik heb twee roommates en ik zorg voor de streams. En, Stef, mijn roommate, die zorgt voor Disney+. En dan heb ik mij thuis ook nog Netflix. Maar Stef heeft ook Netflix. En eigenlijk op de tv is het Stef zijn Netflix. En op mijn gsm is de mijne. Dus soms moet ik ook zo door afleveringen scrollen om te zien waar ik op mijn gsm ben geweest. Maar dat wil dus ook zeggen dat Stef gewoon op zijn Netflix op tv kijkt. Dus dan krijgen we ook zo'n mismatch van misschien vind je dit wel leuk. Terwijl we hebben volledig andere genres dan wij kijken. Dus ja, wij kijken daar zelfs niet meer naar. Mm. Want dat klopt toch niet. Ja. Ja, wij, ik en mijn vrienden hebben nu echt, we zijn nu echt voor het ding gegaan. Alles heeft iedereen zijn eigen account. Van mij moest ze niet, maar ze heeft echt wel een paar eigen accounts gemaakt. Omdat, ja, er gaan altijd dingen zijn waar je partner of je vrienden naar kijkt, dat je denkt van mijn leven niet. En dat wil ik echt nooit in mijn tijdlijst zien. Ook wel zo, als je gênante series kijkt, dan moet je dat zo plots delen met iemand. Als ik dan kijk naar Netflix, als ik dat opzet op tv, dan zie ik zo verder kijken voor Stef. En dan zeg ik, ah... Interesting. Is ook zo'n heel brainless serie. Maar is beetje gênant. Gewoon zo. Ja, gelijk die in Too Hot to Handle. Dat ik zit daar altijd op te bashen en dan staat daar zo toch verder kijken voor Iman. Zo, ja, oké. Okay. Ja, ik denk vanaf guilty. Dat Netflix gaat beginnen verlagen naar zo van die like, X on the Beach toestanden, dan is het om zeep, denk ik. Ja, maar ze weten dat dat ook kliks oplevert. Heb je de Hype House gezien? Nee. Dat is echt het slechtste dat er bestaat. Nee. Dat is, je hebt de Hype House op TikTok. En dat zijn gewoon een groep jongeren die een huis hebben. En die maken daar TikToks. Dat is het concept. Mm. En Netflix dacht, top, maak er een serie van. Dus dat zijn gewoon hormoongevulde tieners die TikToks maken. En het is interessant hè, om heel het fenomeen en zo te zien. En mijn zusje van 15 is er helemaal zot van. Die vindt dat geweldig, want die volgt die ook allemaal. Maar ik heb daar 20 minuten naar gekeken en dacht, mannetjes. Ja, nee. het is niet dat ik zo'n snob ben van wat goed is of slecht, maar er zijn toch zo een paar programma-ideeën of formats dat je zo niet associeert met streaming. Of dat je dacht dat je, toen je naar streaming ging, dat je die achter je kon laten. Weet je, zo het hele 5TV Vitaya-gehalte van alles, dat je dacht van, blijf maar, sterf daar maar. Weet je al? Van die hele rare YouTube-reeksen. Van die sociale experimenten. Ja, exact. Exact zo, alles wat je dacht van... alles de afstand van Temptation Island of alles wat er ook maar in de buurt komt. Alles waar ook maar mensen opsluiten in een huis en ze moeten met elkaar omgaan. Dachten, vanaf dat ik tv loslaat, gaat dat daar blijven en een bloederige dood sterven. Oh boy. En dat dacht er volgt u naar uw streamingdienst. Ja, super hard. Oh. Maar het is wel echt super interessant om na te denken hoe dat streaming echt aan het veranderen is. Hoe dat streaming zo eerst op de rebel was en van... Nee, als ik wil bingen, dan ga ik bingen. En tv, dat is om week te kijken en te kijken wanneer dat u uitkomt. En nu is dat zo weer terug aan het evolueren naar... Ja, maar vindt u dit niet leuk? Dit is wel guilty pleasure, hè? Dit is wat de people want. Ik ga niet helemaal, ja, we gaan toch week om week doen. Ben je helemaal blij met die... Maar het hangt er een beetje vanaf. Like, bijvoorbeeld, ik heb Amazon Prime. En de hoofdreden waarom ik Amazon Prime houd, is één, dat kost geen stukken van mensen. En de links en rechts de korting op verzending of op dealio's van... Ik koop nog altijd Blu-rays en DVD's en boeken daarop... is wel een groot verschil bij mij. Dus dan houd je dat, dat is dan zo, wat is dat, €4,99, die maandelijks ergens van een kredietkaart verdwijnt. Kan ik zo nog net mee leven. Geld op een kredietkaart is niet echt geld. Ja, maar weet je, dat is allemaal zo van, ah ja, juist, dat staat daar ook nog op. Ja. Pas op, we zullen zien als ik mijn uittrek, mijn afrekening van de gasten en zo. Wat staat er allemaal op de kredietkaart, dat eraf kan? Maar die doen dat meer en meer, omdat ze zo, Amazon heeft niet veel...
van, mm-hmm. van dingen die mensen terugsleuren. Ze hebben zo The Boys en nog een paar van die dingen. En die zijn ze dan ook wekelijks beginnen released. En ik kan dat niet aan. Ik denk, maar je bent het niet waard om dat te mogen doen. Is Amazon ook niet zo de streamingsdienst om dingen te vinden waar je zo nergens anders het vindt? Zo van die heel specifieke kleine series, dat je denkt van, ah ja... Dat wel, maar het probleem is dan ook... Ik vind Amazon is een van de meest lelijk ontworpen streamingdiensten van allemaal. Dat is niet duidelijk, dat slaat nergens op. Dat probeert alles bij mij in het Frans te zetten of naar iets anders. Ik kan dat niet aan. Soms ontdekt ik van, ja, maar staat het dan nu op of niet? En dat wordt ook nergens in een lijstje getoond. Ja. Die onder de lijsten zijn ook heel raar. Want die doen ze van die heel specifieke dingen. Die gaan echt van boven zetten van... Zocht u naar 90s nostalgia sitcoms op één? Denk maar, is dat uw eerste categorie? Zou niet beginnen bij film en serie en daarna beginnen vertakken? Maar goed. Ik hou mijn hart vast, want ik ben een hele grote fan van The Marvelous Miss Maisel. Mm-hmm. En dat nieuwe seizoen komt uit binnen 2 weken. En ik hoop echt dat het in 1 keer is. Ja, wat moeten mensen nog doen? Je kunt niks meer bingen, bijna. Je moet echt oude series beginnen kijken, omdat die er wel allemaal op staan. Ja, of shit opsparen en dan gewoon geconfronteerd worden met... Ja, dan mogen we gewoon 8 weken niet meer op sociale media gaan. Ja. Want mensen gaan gewoon vlak af. Want dat is wat ik daarnet wou zeggen. Ik zit nu mee in de mensen die naar Euphoria kijken. Mm-hmm. En nu valt het me op mijn tijdlijn van... Holy shit, dat pakt wel Twitter over 3 dagen in de week. Ja, super hard. Maar ik vind het ietsje te negatief. Ik vind dat mensen echt gemeen zijn over Euphoria. En niet terecht. Kijk, ik kom 2 of 3 afleveringen achter. Dat moet ik wel eerlijk in zijn van dat tweede seizoen. Omdat hij vroeg wat vinden van dat tweede seizoen. Maar ik denk dat de eerste aflevering van het tweede seizoen misschien al een goed idee heeft van waar dit naartoe gaat. Maar goed, om helemaal terug te gaan. Ja, het is een heel simpele maar ruime vraag. Waarom Euphoria? Ja, Euphoria... Ik ben echt beginnen kijken dat het net uit was. Mm-hmm. Omdat ik ben een super grote fan van Zendaya. Ik ben daar echt al echt verliefd op sinds Disney Channel. Dus terecht. Ik ben die ook beginnen volgen in alles wat hij doet. Toen hij in de MCU kwam, ik kon niet blijer zijn. en dan kwam Euphoria. En ik dacht van, amai, wat is dit? Dit is geweldig. En ik ben ook zo iemand, als ik series en films zie, dan ga ik zo achteraf zo... series fun facts beginnen opzoeken. En van Euphoria vond ik er ook zoveel en alles. Hoe meer dat ik daarover te weten kwam, hoe meer dat mij inpalmde. En gewoon ook dat 2 jaar wachten op dat nieuwe seizoen. Die hebben het echt gerokken. Ja. Dus nu, what a time to be alive. Ik ben super blij met het nieuwe seizoen. Komt een 3e seizoen. En die 2 specials, ook vorig jaar met kerst, mm-hmm. vond ik geweldig. Dat vond ik zo'n topkwaliteit van wat ik graag zie in series. Ik kan er nooit genoeg van krijgen. Ik weet nu niet of het zo lang geduurd mee met de pandemie een beetje. Ja. Maar er zijn ook gelijk de regisseur achter Euphoria, die wilde ook per se dat 2e seizoen gefilmd werd op analoge film 35mm van Kodak. Mm. En dat was film dat ze niet meer echt maakten. Ze hadden dat wel nog in reserve, maar niet genoeg om een volledig 2e seizoen op te maken. Dus hebben ze ook naar Kodak gebeld en gemaild en gezegd van hey, zit je het zitten om dit terug in productie te maken, speciaal voor ons? Dus dat plus pandemie, Zendaya, haar agenda ook, die ertussen komt. Ja, het is grappig dat je zegt, van ergens ben ik kijken voor Zendaya. En dan in mijn geval was die zo, voor de pandemie al op mijn radar verschenen, maar heel oppervlakkig. Dus ik had er ook een heel oppervlakkig beeld van. Ik denk dat ik die... voor de eerste keer lengte aan het werken zien heb in Spider-Man Homecoming en The Greatest Showman. Ja. En toen had ik gewoon zo'n beeld in mijn hoofd van, dat is zo... Ja, moet ik dan weer zo... Ja, Disney-popcultuur, wij hebben kunnen aan Miley Cyrus. Ik was zo niet helemaal aanwezig of zo. En dan de afgelopen 2 jaar heeft hij precies zo'n inhaalbeweging gedaan qua waanzinnige acteersprestaties. Oh, Malcolm and Marie. Heb je dat gezien? Ja, ik heb dat gezien, ja. Dat kwam, en nu, helemaal zeker nu op het einde van de rit, met een nieuw seizoen van Euphoria en de laatste Spider-Man, wat 2 verschillende acteerprestaties zijn, heb ik het er al vaak over gehad met mijn vriend, dat we zeiden van, het is wel waanzin de range dat die griet in haar heeft. Gaande van dat je in een moment denkt, oké, dat is oprecht een verveeld 17-jarig meisje,
En dan zie je daar soms zo'n rode loper van, foto van. En dan verandert dat in zo'n gigantisch knappe, volwassen, sterke vrouw. Dat is waanzin. Absolute ja, waanzin. Dat is echt zot. En hoe dat die ook haar personage in Spider-Man speelt, dat is zo een, ja, ook zo een schattig, onschuldig tienermeisje. Met toch wel zo wat lef in haar. En die is heel slim. En hoe dat die dat embodied, je gelooft die ook gewoon. En dan zit die in Euphoria. Ik weet dat de regisseur, dat die zelf ook heeft gekampt met een drugsprobleem. Dat die ook verslaafd is geweest. En dat hij Zendaya ook helemaal heeft meegenomen in zijn achtergrondverhaal en ook in zijn schrijven en hoe dat hij ook liegt. En allee, Zendaya in Euphoria is niet het meest toffe personage of zo. Mm-hmm. En mensen maken zo'n een ideaal persoon van haar, maar eigenlijk is dat echt een rot personage die liegt en die relapsed constant en die maakt gebruik van mensen. En alles is zo ruw en eerlijk in alles wat dat hij doet. En dat is deels ook, denk ik, ook echt door die ervaring dat hij het jaar heeft meegegeven. Maar ik denk ook dat hij daar ook heel precious mee omgaat. Met alles van achtergrond, verhaal, precies. Ik denk ook dat daardoor is dat hij alle personages dat hij speelt, dat zo goed omarmt, precies. En zo goed embodied in alles wat dat hij doet. Ja, ik denk dat ook, want ik denk dat mijn vriendin stuurde, want die zat nu zo twee seizoen in te halen op de trein. Die stuurde. En ik had dan naar haar gestuurd van dat in het tweede seizoen van Euphoria ik begin zo al lichtjes te gehad hebben met de karakters van Rue en Jules. Mm. Omdat ze in mijn ogen nu, zeker als je dat seizoen opent met zo'n heel achtergrondverhaal van die Fesco. En, geweldig, dat, en dat is nu al een beter verhaal dan eender welk relatiedingetje dat erin zat voor mij. Dus maar het gaat hem niet over van, we hebben het gehad, die acteerprestaties zijn zo goed dat we daarom het gehad hebben met die karakters. Daar komt het vooral op neer. En het grappige is denk ik dat gelijk loopt met dat er nu zo wat rumoer was online over dat Euphoria druggebruik verromantiseert volgens sommigen. En dan heb je het niet door. Ah, ja, en wel, ik zat direct aan te kijken van, en wat exact romantiseert het eraan? Want het is afschuwelijk. Allee, er is niks leuk aan dat karakter. Maar mensen denken zo, het gaat over drugs, maar het ziet er mooi uit. Dus ze verromantiseren het. Ja, totaal niet. Die Rue, het karakter van Zendaya, is absoluut aangenamer om naar te kijken als die nuchter is. Ja. Ja, dat eerste seizoen, dit is een kleine terugval, en daarna blijft hij eigenlijk wel clean. En dan moet hij natuurlijk omgaan met alle problemen dat daarmee omgaan. Maar dat is veel interessanter dan dat je zo, ja, zo'n ingekachelde pap aan drugs constant zien rondlopen en fout zien maken. Dat is niet leuk om naar te kijken. Dus om te zeggen, het romantiseren, ja, dan moet je echt wel een keer kijken, hoor. Ja, dan denk ik dat je toch even niet met de juiste blik aan het kijken bent, inderdaad. Ja, maar daar ben ik het super hard mee eens. En ik zie ook zo superveel. Ik snap het van de personages. En in het eerste seizoen hebben we zoveel van achtergrondinformatie gezien bij andere personages, dat ik nu ook wel zoiets heb van, ik wil daar meer van zien. Gelijk Kat heb ik nu het gevoel dat die volledig aan het laten varen zijn. Terwijl het eerste seizoen, die had zo'n interessant achtergrondverhaal. Ja. En nu is die zo precies gecompromiseerd tot een meisje die niet gelukkig is in een relatie. Ja. Terwijl dat die zoveel meer is. En hetzelfde nu met, allee, Cassie komt nu zo ietsje meer naar de voorgrond en haar zus, wat ik ook super tof vind. Ja. Maar zo heel die romance tussen Lexi en Fez. Mm-hmm. In de eerste aflevering denk ik, maar waar is het? Ik wil meer. Komt dat nog terug, ja. Ja, en dan denk ik, als dan toch de relatie tussen Rue en Jules zo een beetje aan het slabakken is, denk ik, oké, laat dat wat slabakken in de achtergrond en laat andere personages naar de voorgrond komen waar dat nu interessant is. Gelijk Kyle, de papa van Nate, die nu volledig aan het ontsporen is. Ja, ik wil daar meer van zien en ik wil meer tussenscènes zien die dat aan elkaar naait, precies. Ook al wordt het verteld vanuit Jules, vanuit Rue haar standpunt. Mm-hmm. Ik wil echt meer van die personages zien. Maar misschien, omdat hij nu zo hard aan het terugvallen is, is dat misschien ook omdat hij minder en minder op haar vrienden nu let. Mm-hmm. Dat die ook minder gezien worden. Ik weet niet of dat daar iets mee te maken heeft. Maar ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar dan zijn er ook mensen die gewoon zeggen van, een goede cinematografie wil geen goede storytelling zeggen. Dan denk ik, oké. Iedereen heeft nu weer een diploma in film en storytelling. In mijn geval, met dat tweede seizoen. Kijk, er was wel een punt, zeker na het eerste seizoen, dat ik eigenlijk de conclusie maakte van,
Iedereen heeft een reden om sympathiek gevonden te worden, maar ook om gehaat te worden. Mm-hmm. Want zelfs Nate, ben toch juist, hè? De zoon van Kyle. Die 1,96 grote dude, die is gigantisch groot. Ik schrik altijd als ik een gast groter dan mij zie. Dat is altijd van, dat is eng. Maar, die is over heel de lijn niet oké, okay, nee. Maar echt niet oké. Okay. En ze proberen, zelfs ook al proberen ze in die tweede aflevering al meteen een uitleg te geven, ja, maar het komt van een plek. Denk je, ja, maar toch niet. Maar goed, ze blijven allemaal op een bepaalde manier in balans. En like bijvoorbeeld met dat tweede seizoen, like die Cassie ontspoort zo neig, dat je wel begint te denken van, oef, gaat dit nog ergens heen? Allee, ga je die echt nog een soort van gerechtvaardigde reden geven? Of komt dat nog ergens terecht? Ja. Want het is inderdaad waar, maar gelijk in dat eerste seizoen veel te makkelijk weg te zetten van, ja, het is nogal een slet, ze heeft een verleden, en dit en dat. Het is veel te makkelijk om dat te zeggen. Maar ene keer dat je zo haar keuzes laat maken, nu wordt het wel moeilijk om daar nog redemptie voor te vinden of zo. Wat dat mijn redenering daarvoor is, maar dan wil ik ook wel dat die redenering op het scherm duidelijk wordt. Allee, dat zo niet gewoon iets is van, ik heb dat ervan gemaakt in mijn hoofd. Want dan is het wel inderdaad heel makkelijk voor de regisseur om zo'n seizoen te maken. Ik denk van, die is zo jaloers op Mary. En dat is in haar ogen echt de perfecte persoon, dat die gewoon Maddie wil worden. En je ziet dat ook gewoon in die eerste of tweede aflevering, wanneer dat die op school toekomen met dezelfde outfit. Dat is zoveel subtiele humor die daar ook in zit, dat je denkt van, ah, die is gewoon Maddie aan het worden. En die wil dat ook. En Nate is een deel van Maddie. En dan denkt hij van, ah, nu kijkt Nate naar mij. En ik ben nu de nieuwe Maddie. En ik denk dat daardoor echt zo haar volledige ontsporing, dat daarvan is gekomen. Dat hij zoiets heeft van, nu ben ik het dus, de it-girl. En niet zo de beste vriendin van de it-girl. Terwijl Maddie, die blijft daar dan ook zo casual bij. Mm-hmm. En die kan één keer maar vingers knippen en Nate is dan daar weer terug. En dan begint hij volledig te crashen. En dan denk ik, godverdomme. En ik zit hier al de hele tijd van 4:00 wakker te worden om mijn gezicht te preppen. En ik denk dat daarvan komt. Maar dan wil ik dat ook wel nog meer duidelijk zien. Dat daarvan komt. Dat die, allee. Ja, maar okay, as we record, denk dat we nu wel nog 2 of 3 afleveringen van het einde afzitten ongeveer. Ja, er zitten nu aan 5, het zijn er 8. Denk ik. Dus het net over de helft. Dus het keerpunt. Ja, en tegen dat dit online komt, is het waarschijnlijk al afgelopen, tweede seizoen. Dus ja, ik denk gewoon dat de eindrecensie van dat tweede seizoen zal zijn dat het gewoon misschien ietsje onevener is. Mm-hmm. Waarin dat de eerste seizoen echt meer in balans was. En voor mij echt gewoon een kop en een staart dat ook. Mm-hmm. Want ja, het is ook, ik kan het me niet inbeelden wat het is om 2 jaar te moeten wachten op een vervolg daarop. Ja. Maar voor mij, vanaf dat ik begon te kijken naar die eerste aflevering, naar het nieuw seizoen, had ik al zoiets van, goh, voor mij moest dat niet per se nog een tweede seizoen. Hij moet wel, het daar een paar verhaallijnen open gelaten. Dus je moet er een einde aan binden. Maar ik dacht, ik weet niet hoe lang dat ik deze karakters nog kan zien meegaan op een of andere manier. Ja, snap ik. Ik had ook wel zoiets van, toen dat derde seizoen werd aangekondigd, dacht ik, yes! En dan dacht ik, ha. Ja, ja. Want gelijk wat we zeiden van, zo dat seizoen te veel. Ik ben heel bang dat derde seizoen het seizoen te veel voor Euphoria gaat zijn. Hoe groot, wat voor een grote fan ik ook ben van Euphoria. Ik ben heel bang dat die richting uit gaat gaan. Maar ik denk gewoon dat die regisseur over die 2 jaar, ja, je kunt zo blijven malen over je teksten en over je scenario's en over je storytelling. En dan op een gegeven moment zit je zo hard in je eigen hoofd dat het publiek niet meer mee is. En ik denk dat dat ook een beetje is gebeurd over die 2 jaar. Ja. Gelijk dat kleine detail van die 35mm filmcamera's, dat hij echt per se wilde. Dat is omdat in het eerste seizoen moest het meer in het here and now zijn. En in het tweede seizoen moest alles zo wat meer verlaten en empty lijken. Gelijk of dat zo'n feestje dat 2 uur 's nachts leek in het eerste seizoen, moest dan zo 5 uur 's nachts lijken en zo uitgeleefd en zo iedereen die bijna naar huis gaat. Ja. Maar dat moest wel de sfeer zijn van het tweede seizoen. En ik denk misschien dat hij zich daar een beetje mispakt heeft aan wat dat het publiek verwachtte en wilde. En wat dat zij een logische stap vonden naar het tweede seizoen misschien. Ja. Misschien heeft hij te veel in zijn eigen hoofd even gecreëerd en is nu. Maar ik blijf het wel echt een goed seizoen vinden. En vooral die opener van het tweede seizoen vond ik wel echt heel goed. De achtergrondverhaal van de oma van Fijs, ik vond dat een heel hoog Tarantino-gehalte. Ja. Ik vond dat geweldig. Ja, ik ben super grote fan van Tarantino. En ik dacht, dit is het, hè? Dit is het. Ik zette dat op. En je verwacht dan ergens dat dat weer oppikt waar het achtergelaten is.
seizoen 1. Allee, want die specials zijn eigenlijk zo wat semi-prequel gelijklopend met dat eerste seizoen. Dus qua vervolg telt dat niet helemaal. Maar dan, dat pikt daar dan echt inderdaad op. En ik zat, duurde even tegen door naar wat ik zat te kijken. Mm-hmm. Dat ik echt dacht, wat is deze in een keer? Like, hoe hard is het al van de rails gegaan, de tweede seizoen? Maar ja, het is, ik had het, ergens voelde ik het wel aankomen. Omdat die Fesco zo'n karakter is. Like, de eerste seizoen zie je die voornamelijk zo wat rondhangen in zijn like, naftstation dat hem daar uitbaat. Ja, nachtwinkel, nachtstation. Ja, zoiets met zijn broerken. En gevoelt dat hij een goed hart heeft, maar... Aan de andere kant, je speelt dat ook echt alsof dat altijd doped oploopt, die gast. Omdat alles wat hij zegt is zo op diezelfde... Maar die is ook gecast op straat. Dat was geen acteur. Die had niks van achtergrond van acteur. Die was ook niet van plan. Mm. En die is in Manhattan, denk ik, gewoon van straat geplukt door een van de casting directors. Die zag hem en die dacht, dat is hem. Dat is Fez. Dus dat... Ja, daardoor... Je kunt ook zo online die scenario's, de screenplay, kun je gewoon terugvinden, de teksten. En daar zie je ook dat Fez zijn antwoorden vaak echt totaal niet overeenkomen met de manier waarop de acteur dat zegt. Als er gewoon staat ja... of yes, dan zegt hij zo van... Yeah, dude, yeah. Die embodied dat echt volledig tot zijn eigen personage. En misschien is dat ook wel omdat dat gewoon Fez is. Omdat die dan net van straat hebben geplukt. En omdat dat gewoon al zo'n persoon was. Ja, het is omdat... Ja, en vooral zeker die opening van dat eerste seizoen. Allee, je krijgt zijn verhaal. Wat een verhaal is dat je sowieso geïnteresseerd in bent. Maar dat is ook... Dat is ook de dude dat je een beetje voor root. Allee, dat is altijd zo diegene dat je denkt van, ik hoop dat hem het ook gaan doen. Zeker omdat hem in dat eerste seizoen, hij is eigenlijk echt een eerste die een dreigement, die een neet geeft. Mm-hmm. En dat je van ook het voelt van, het komt binnen. Mm-hmm. Nu, omdat ja, die neet heeft overtuigd ook, allee, omdat hij ook geen respect heeft of niks van voeling naar vrouw toe heeft. Alles, want je ziet echt meerdere vrouwen die heel het seizoen tegen die gast ook wel zeggen van... Jij moet echt een keer leren oppassen en zet maar al een stap achteruit, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En nooit komt dat een keer binnen. Nooit komt dat binnen. En de eerste keer dat die Fesco hem bedreigt, zie je wel van, oké, dus er is wel wat angst in u. Ja, echt het wel. Dus ja, en zonder spoilers te geven, maar het einde van die eerste aflevering en het tweede seizoen is zo, ja, voilà, kijk. Ja, dat is en dan zo, Euphoria. Ja, dat is exact dat wat moet gebeuren. Wat er moest gebeuren, is gebeurd. Ja, exact. Ja, Fesco. Dat is echt een personage apart. Maar ik wil echt heel veel meer van hem zien. En daarom vind ik het ook jammer om het tweede seizoen te openen met hem. En hem dan zo wat terug in de achtergrond te duwen. Vind ik heel jammer, omdat ook in het eerste seizoen wou ik al meer van hem zien. Omdat hij is echt zo de grote broer van Rue. Mm-hmm. En toch zo die een drugs blijven geven. En die hebben zo'n ingewikkelde relatie. Van een verslaafde en drugsdealer en toch een heel goede band. En het moment dat Rue aan het afkicken is en het echt niet meer kan en op zijn deur begint te kloppen in het eerste seizoen. En die begint uit te schelden voor de straat en echt alle emotionele manipulatie bovenhaalt. Ik vond dat zo'n sterke scène. En dan valt dat zo terug weer in het niks. En dan zijn die weer buddy-buddies en dan... Ja, want het is exact hetzelfde met die Lexi, die zus van... Van Cassie, omdat... Je voelt eigenlijk al in dat eerste seizoen van... Er zit ook al veel achter, want die heeft humor. Ja. En die kan eigenlijk nog alle kanten uitgaan, ook op een of andere manier. Like, en op alle vlakken bedoel ik... Ik dacht ook, qua seksualiteit had hij nog in één keer iets doen of zeggen waarvan je denkt van... Oké, omdat die wordt wel neergezet als zo'n goede vriendin van Rue. Ja. Maar er was een bepaald moment dat ik dacht van... zit er misschien wat verliefdheid achter ook of zo, op een of andere manier? Dus ik dacht van, dat kan echt nog alle kanten uitgaan, maar die blijft altijd weer zo'n beetje... Ja, inderdaad, zo dat moment met inderdaad zo die staaltjes dat hij moest geven. Ja, waarom zou dat de fuck doen voor iemand die eigenlijk uw vriend niet meer is? Allee, zo'n childhood friend. Ik heb dat ook al even gedacht. En ik vind het heel cool dat ze die aflevering aan haar hebben geweden ook. Geweden. En dan ook zo weer om daar terug van weg te gaan. Maar ik denk dat het grootste probleem met Euphoria gewoon is dat die te veel hoofdpersonages hebben. Ja. En dat je die, als je die allemaal even goed wilt behandelen, dan moet je even weg van de andere personages. En misschien was dat een verkeerde zet. Om daar zoveel mensen met een interessant verhaal te zetten, omdat je dat bijna niet meer behandeld krijgt. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat verder nog gaan oplossen. Is dat ook de reden waarom ze een derde seizoen zetten? Omdat ze daar nog meer
van willen tonen. Ik weet het niet. Ja. Want als ik nu aan terugdenk, dat eerste seizoen, allee, dat heeft niet zoveel fouten, hoor. Allee, dat is eigenlijk wel een heel strak stuk televisie op zich. De enige keer dat ik zoiets opmerkte, dat dacht van, tja, is omdat ze bij Euphoria heel graag altijd een karakter als kapstok gebruiken. Mm-hmm. En dat in het eerste seizoen er een paar karakters al heel rap naar achter werden geduwd, ondanks dat zij de kapstok van de aflevering waren. Ja. Ik denk dat als Cassie in seizoen 1 er eentje van was, dat ze opent met haar, dat je denkt van, ah, cool, oké, we gaan die nu een keer gaan ontdekken hoe dat werkt. En zij verdwijnt daar weer vrij rap uit. Mm-hmm. Terwijl dat er dan, like die Cat aflevering, waar je zo haar een, hoe zal ik het zeggen, descent naar online pornografie zo was gegaan. Dat is wel haar aflevering. Ja. Onhernoemelijk, ja. Omdat dat echt wel gaat van zo de muurbloem, die altijd weet al, het mollige meisje is naast zo die de perfecte creatuur van school, gaande naar zo de badass bitch van mijn seksualiteit overstijgt alles hier. Ja. Dat is haar aflevering. En dat heeft niet iedereen in die reeks. Nee. En ik weet nog, toen dat tweede seizoen eraan kwam, dat iedereen zei, ik wil een aflevering van Lexi. Echt zo, want ik weet nog, Euphoria op een Instagram hebben die dan zo Polaroids gepost van alle acteurs die er terug in zitten. En onder de foto van Lexi was iedereen echt aan het reageren van, this season, she better has her own episode. En ja. die waren echt aan het rooten voor haar. En ik ook. En ik ben ook blij dat ze zo die een toffe insteek ook heeft gehad van, ik ben hier de regisseur in mijn eigen leven. Mm. Echt super tof, maar ik denk dat ik denk wat dat eerste seizoen zo goed maakt, is die een opbouw. Je kent die karakters niet en nu moet je verder bouwen op wat dat je al hebt gezien. Mm-hmm. En ik denk dat dat moeilijker is. Omdat je kunt personages dat je nog niet hebt gezien, kun je niet echt wegsteken, want je hebt zoiets van, oh ja, die doen er niet toe. Totdat je dan plots een aflevering gelijk van Cat geeft van, ah, maar die heeft wel een zotte achtergrond en een zot verhaal. Mm-hmm. En daarna is het moeilijker, want per personage dat je dat doet, moet je die meer en meer beginnen betrekken in het verhaal. Kun je die niet meer zo makkelijk wegsteken, gelijk Cassie in het begin. Ja. Van, ja, je bent toch maar zo'n randpersonage, een kapstok. Ja, het zijn uiteindelijk de monsters dat hij zelf creëert, dat het publiek ook wil zien uiteindelijk. Hè. Als jij zo'n karakter like die Lexi daarin schrijft, voor mij is dat goed. En ik denk, zo de eerste 2-3 afleveringen schuifelt hij zo wat rond op de achtergrond. En ik denk, vanaf dat hij zich verkleedt als Bob Ross, voor dat verkleedfeestje, dan ging ik wel rechtop in de zetel gaan zitten van, oh wauw, er zit een soort van creativiteit en onnozelheid in die griet dat we nog niet gezien hebben. Ja. Dus begint er maar aan. Begint dat verhaal nu maar te vertellen. Omdat hij, de weinige momenten dat hij reageert op je, is altijd zo, ik dacht, op een bepaald moment, dat er ook een soort van, hoe zal ik het zeggen, een autisme dingetje of zo ging komen misschien. Omdat hij heel emotionele dingen opmerkte zonder emotioneel te zijn. Ja. En die, uiteindelijk heeft die haar aflevering waar ze alles like een film behandelt wel uitgelegd hoe dat werkt. Omdat die gewoon dingen ziet als gebeuren, als overspel of bedrog of al die dingen, met een soort neutraliteit van, oké, weet dat naar daar. En dan, je weet dat hij verliefd is op haar. Ça va. Like, dat is allemaal. Dus dat creëert een interessant karakter ook. Omdat je dan begint te denken van, zijn hij misschien de slimste van de hoop? Ja, de regisseur heeft echt gewoon zijn eigen mankementen gecreëerd, inderdaad. En zijn eigen moeilijkheden om door net zoveel interessante personages te zetten. En had hij dan moeten stoppen na één seizoen? Ja, je blijft zo wel op je honger zitten na het eerste seizoen, maar nu met het tweede seizoen ben ik zo bang dat mensen zoiets gaan hebben van, het is niet goed geëxecuteerd. En ja, ik ben heel, heel benieuwd hoe dat het seizoen gaat eindigen, hoe dat ze naar dat derde seizoen gaan werken. Maar mijn conclusie is wel juist als ik dan zeg dat uw liefde voor de reeks bestaat meer uit hoe goed dat die reeks gemaakt is en geschreven en geregisseerd en geacteerd dan tot hoe ver dat wij herkent in die wereld. Want ik herken mezelf totaal niet in die wereld. Juist daarmee, want ik heb nu de afgelopen 2 weken met andere mensen die daar ook naar kijken, van uw leeftijd mee gepraat, omdat, ja, je kunt geraden, dat mijn eerste reactie, dat was ik van, je zit toen 17-jarigen niet in elkaar. Ik dacht even van, ah, is dat daarom? Omdat ik ga zo, is een jonge vrouw, we wonen in Brussel. En ik dacht van, oh ja, is dat nu de scene? Weet dat, like, dit is mijn vrijdagavond. Ah, maar nee, geen zeven. Ik dacht even van, moet ik dit herkennen? Ik vind dat niet herkenbaar. Maar, nee, totaal niet. Nee, maar omdat ik kreeg daar zo hetzelfde gevoel bij in het begin.
als dat ik had met like dat laatste seizoen van Sex Education. Mm-hmm. Ik ben ook wel een grote Sex Education fan. Ik ook. Maar ik moest zelf voor mezelf toegeven naar het einde toe, omdat die... Voor mij werd die school, like in dat derde seizoen van Sex Education, een soort van surreële plek dat ik niet meer herken. Ja, super hard. Als je denkt van... Ja, allee, ik kom van... Ik heb het middelbaar gezeten in het meisjesland. Wij hadden één Indische dude in de klas. En dat was alles qua huidskleur, religie en zelfs seksualiteit dat er wat kan zijn. Ja, ik kom uit een gehucht in West-Vlaanderen. Ik kan niet spreken. Dus je kijkt dan naar Sex Education en letterlijk... Ieder ding dat er bestaat nu van seksualiteit of geslacht, loopt daar rond op die school. Dus je denkt al van, is dit hoe de kids nu in de wereld in elkaar zitten? Maar ik herken mezelf daar niet in. Ja, in sommige steden wel, maar ik vind vooral aan Sex Education, het laatste seizoen is inderdaad, dat is zo'n utopische plek die niet bestaat. Omdat, ja, dat eerste seizoen was zo nog, allee, daar kon je nog inkomen. Het was zo een beetje humor erin, dus daardoor schoofde dat zo aan de kant als je er niet in herkende. Maar nu is dat echt gewoon een Sex Education programma geworden. Elke aflevering is een nieuw aspect. En het is een geweldige manier om jonge mensen over die onderwerpen iets aan te leren. Ja. Maar ik zie het nu echt veel meer als een empowering programma. En minder dan... een humoristische serie waar ik mij af en toe in herken. En... Ja, daarnet aan mij. Dat was gewoon een twijfel van mij die een beetje moest bevestigd worden. Omdat ik sprak recent ook met iemand non-binair over Sex Education en een beetje over Euphoria. En hun reactie was ook van, ah ja, maar wij kennen die wereld. Dat is ook niet mijn wereld. Nee, totaal. Het is gewoon fijn om een karakter te zien die meemaakt of denkt wat ik meemaak. Ja. Dat moet nog niet per se een ik weet ook, de eerste Vlaamse reeks waar dat allemaal rondloopt, is mijlenver af van de realiteit. Maar het is gewoon fijn om iets te zien waar je eigen in herkent. En dat snap ik dan weer volledig. Ja. Daar kan ik volledig in komen. Maar dat was net hetzelfde met Euphoria, dat ik dacht van, is dit nu 17? Want dan heb ik iets fout gedaan op mijn 17. Like, dan heb ik iets te veel achter mijn computer gezeten, denk ik. Nee, het is geen realistisch beeld van hoe dat alles is. Totaal niet. Het leven is veel saaier dan dat. Ja, wat dan? Veel saaier. En het is ook... Alle personages zijn ook een klein beetje uitvergroot. Ik vind mensen in Euphoria zijn heel complex. Maar ik vind mensen in real life... zijn soms nog meer complex dat het niet zo uitvergroot is. Dat ze niet gedefinieerd worden door één eigenschap. En dat dan hun becoming is of zo. Ja, het is een heel onfaire vergelijking van mij. Maar na een tijd zat ik gewoon te denken van... Ja, de rijker vergeet gewoon niet dat dit drama is. Omdat om duur komt je zo in het scenario van thuis of familie. Wat een heel fout vergelijking is. Hè. Ik ben niet een voorjaar vergelijken met thuis of familie. Maar een klein beetje wel. Als in dat je denkt van... Wat kan een mens nu nog meemaken op zo'n korte tijd? Is dat wat ik bedoel? Ja. Superhard. Like familie dat eindigt altijd met een moord of een explosie. Dat je al denkt van, maar wat voor familie is dat in godsnaam? Ja. Like, de meeste van ons... Daar komen ook nooit nieuwe mensen bij. Nee. Je bent altijd met dezelfde groep. Dus dat is waanzin. Dus om dan zo Euphoria te zien, maar bijvoorbeeld op drugsvlak of op seksueel vlak. Mm-hmm. Letterlijk ieder ding dat je kunt voordemen op het vlak van seks of drugs, gebeurt daar op een week. Dat je echt denkt van, Jesus Christ, like, Is dit hoe de jeugd nu dingen meemaakt? Dus ça va. Maar ja. Het is wel veel. Je weet wel dat het is veel op soms zo, om allemaal te zien gebeuren tegelijkertijd. Ja, en dat is ook denk ik terug dat probleem van die te veel personages. En het is oké om personages niet te hard uit te werken om dan die main verhaallijn er terug in te krijgen of zo. En er niet voor te zorgen dat dat... zo'n onrealistische situatie wordt van dit gebeurt en dit gebeurt en dit gebeurt, wat dat in real life over 5 steden gespreid zou zijn, al die dingen die gebeuren. Maar ik relate wel op een manier met Euphoria in gewoon hun manier van doen, zoals soms hun humor en de manier waarop dat die soms tegen elkaar praten. Nu niet echt super hard. Vooral niet in de groep van Maddie en Cassie en zo. Maar gewoon die band, dat menselijkheid die er blijft inzitten. Daar herken ik mij vooral in. Maar het is niet zo oppervlakkig als in... herken ik mijzelf super hard in. Ik heb vorige week ook nog spiet en cocaïne gedaan. Ja, zeker. Nee, zeker niet. Ik denk, het is meer zo meeleven met emoties. En de ervaringen en gedachtegangen die meegeven, daar leef ik vooral in mee en daar relate ik toe. Maar
in het glitter underground gedeelte. Ja, dat is totaal niet mijn ding. Ja, vandaar. Weet, dat is zo, door dat eerlijk toegeven, dat is dan zo, dan komt in één keer het hele blanke man-syndroom in mij naar boven. Dat ik denk van, dit is niet meer herkenbaar voor mij, en dit en dat. Maar hoe meer ik erover spreek, hoe meer ik er naar kijk, begin ik ook door te hebben van, ah ja, maar dat is niet voor niemand herkenbaar. Je zegt gewoon het representatiegedeelte ervan. Ja. Hoe bepaalde karakters spreken, is gewoon het belangrijke ervan. Ja. En dat is wel fijn, want ja, op dat vlak ben ik dan volledig mee. Weet je, en zeker omdat we nu in een hele mooie periode aan het komen zijn van popcultuur, waarin dat representatie aanwezig is, maar niet meer benoemd wordt. Ja. En dat is ook heel fijn. Ja. We zijn over die vluchtteuvel van... Dit is mijn vriendin. Ah ja, ze is trouwens lesbisch. Hey, dus ze valt op andere... Of een verhaallijn van een vrouw met een hoofddoek, waar dat de verhaallijn niet draait om het feit dat ze een hoofddoek draait. Inderdaad. Dat die er gewoon is. Het heeft jaren geduurd tegen dat we iemand met achondroplasie op scherm zagen. En dan moest daar niet over gaan. En alles is dat zo een beetje aan het inhalen. Want ja, ik kan ook eerlijk zijn, eerste aflevering zat ik te kijken en ik zat ook naar Jules te kijken en denk van, is dat nu een transpersoon of niet? En ja, maar dat doet er niet toe. Dat doet er echt, echt niet toe. Ja, en de manier waarop die daarmee ook omgaan met die representatie is ook wel echt hoe dat in real life gebeurt. Als je een transpersoon ziet, ga je ook niet in je eerste gesprek het enkel daarover hebben. Nee. Dat is niet realistisch. Dat is ook totaal niet hoe dat er aan toe gaat. En op die manier doen ze dat wel echt heel goed. Ja, maar het doet er ook niet toe. Totaal niet. Het doet er echt niet. Like, nu, in het tweede seizoen, komt het ietsje meer ter sprake. Maar dan nog, het duurt zelfs even... In dat eerste zin dat ze het ook benoemt. Ja. En het is ook niet in een ding van, laten we het daar nu een keer over hebben. Het is gewoon zo, ah ja, weet je, toen ik jong was natuurlijk en hormoontherapie. En denk je, ah oké, okay, ja, maar dat... Het is fijn om naar te kijken. Het is fijn om op dat vlak doe Euphoria dan misschien ietsje beter naar mijn goesting dan Sex Education. Ja. Tuurlijk, Sex Education, de clue van het programma, zit ook letterlijk in de titel. Ja, dus het gaat ook gewoon over belevingen en geslacht en alles wat erbij komt. Ja, daar dus wordt echt alles benoemd en bijna aangeleerd op een leuke manier. Ja, dus, maar realistisch is het niet. En dat hoeft ook niet in mijn ogen. Niet. Elke serie moet realistisch zijn. En als je dan de vergelijking maakt met Skins vroeger... Ja, dat gaat ook over drugsproblematiek. Heb ik me daar ooit in herkend? Dat was ook zonder glitter en dat was meer ruw. Nee, ik heb me er zelf nooit in herkend. Maar dat zijn gewoon jongeren die met elkaar praten en die hun gevoelens delen en die hun gedachten delen. En dat is waarin dat je relate. En ja, mensen moeten niet meteen aan de alarmbel gaan trekken als je zegt dat je favoriete serie over drugs is. Dan moet dat niet meteen zeggen dat je relate met het hoofdpersonage. Ja. En los daarvan, allee, ik kan ook wel vrede nemen dat niet alles niet meer voor mij gemaakt wordt. Ja. Snap je? Allee, dat ook, daar gaat het nu ook weer niet over. Die tijden zijn voorbij. Ja, we hebben 100 jaar het podium gehad. Het is goed, kan ik echt mee leven. Maar los daarvan, een reeks like Euphoria. Ik heb het al gezegd, ik was er een beetje terughoudend op. Los van omdat ik gewoon geen zin had om heel veel dingen in te halen. Maar dat is eigenlijk heel vlot voorbij gegaan. En het was ook in mijn hoofd een heel andere reeks dan dat ik het gestart ben. Ja. Ik dacht dat het ietsje zwaarder ging zijn qua problematiek, maar er zit gewoon belachelijk veel humor in. En het gaat ook wel een rotvaart vooruit. Of zo. Like, het is niet dat ik dat een uur sleept of dat ik naar mijn telefoon begin te grijpen. Het is geen Beautiful Boy of zo bijvoorbeeld. Hè? Het gaat ook over drugsproblematiek. Dat is echt zwaar om naar te kijken. En maar goed dat dat een film is. Ja. En geen volledige serie, want daar kan ik ook echt niet naar kijken. En Zendaya is ook een goede host van dat programma. Weet je? Ja. Zij is altijd aanwezig in voice-over. En gevolgd die wel. Op een of andere manier. En die praat ook op een manier dat je zoiets hebt van oké, ik zal het wel accepteren. Ja. Ja, het is fijn dat ik... En daarna worden 2 uur blootgesteld aan heel veel penissen. En dan... Dat is iets waar je moet over geraken, maar... Oh, ik vind het geweldig dat nu... onlangs die... Maar daar zit je nog niet, hè. Ik wil niet te veel spoilen. Maar er is nu een meme aan het rondgaan op het internet met... Kyle, put your penis away. En dat hij dan gewoon antwoordt, I am who I am. En dat vind ik zo geweldig. Het grap is, mijn vriendin kent die van Grey's Anatomy. Die eerste aflevering, die zat daar van... Hoe de fuck noemt hij McSteamy of zo? Of McDreamy? Die zat er, waarom McSteamy? Waarom? Omdat die... Ja, like,
Die dude, maar pas op, het is een goede acteerprestatie. Je moet het mm-hmm. ook maar doen, je moet het maar mee durven, je moet het ook maar over hebben voor de kunst allemaal. Ja. Maar ja, voor de mensen die het nog nooit gezien in Euphoria, op dit punt, waarom luisterde het dan? Maar goed, als je ineens een keer wordt blootgesteld aan die gast, letterlijk en figuurlijk, hoe dat die is en wat dat die allemaal doet. Ja. Ja, dus... ja, ik vind dat een geweldige acteur. Zot. Die vergelijking, dat is pas range. Dat is ja, range. Ja, dat is... amai, mijn god. Nee, een grote fan van hoe dat hij dat personage zet. Echt, echt heel goed. Want ja. Je haat die persoon zo hard. Ja, allebei, zoon en vader, zijn van een walgelijkheid en van een dreiging. Dat er over hangt ook, van allebei, want ik heb er ook schrik van, op bepaalde moment, omdat die... dat is een karakter waar ik zoveel compassie mee heb, dat is een lichte spoiler, maar doet er niet toe. Die gast dat hem zo altijd laat opdraaien voor alles, die een surfer doet in het eerste seizoen. De surfer doet in het eerste seizoen. Dus het hele ding tussen hem en Maddie is altijd aan en uit, aan en uit, aan en uit. Dus ze bedriegen elkaar ook altijd. Mm-hmm. En hij shot daar zo'n dude in elkaar die met haar seks heeft op een feestje in dat zwembad. Oh my god, ik was al helemaal bijna vergeten. Hoe heet hij nu weer? Timmy, Johnny? Ja. Dat is, als het dan toch een derde seizoen wil komen, wil ik echt redemptie voor die gast. Want die heeft geen fuck misdaan over heel die reeks. En die heeft zo vlaggen. Die over heel de lijn heeft die een vlaggen. Dat je direct zat van, die komt toch nog terug. Hè, want dat mag Ik denk dat het echt voorbij is voor die gast. Ik denk het echt... Ik denk echt dat hem het echt serieus vlaggen heeft. Denk, volgens mij is hij ook verhuisd of zo. Ik weet het niet. De state uitgereisd. Ik denk dat hij gewoon in de bak zit. Die is in elkaar geslagen geweest, omdat hem ook had seks heeft gehad met een meisje op een feestje die ook nog eens consent heeft gegeven daarachter. Of gewoon heeft uit angst heeft gelogen, voor haar vriend heeft gelogen. Dus dan super hard aan elkaar getrapt geweest. En dan ook nog eens de schuld op hem gekregen voor iets dat hij helemaal niet heeft gedaan. Ja. Plus die dreiging die altijd over hem gehangen. Volgens mij is die weg. Dan zien we die nooit meer terug. Ik hoop dat we die nog terugzien. Ik dacht, als er iemand is die nog wel redemptie in die reeks moet halen, is toch wel die een dude. Ja, dat is wel waar. Och, warm. Amai, ik was die eigenlijk helemaal vergeten. Ja, als je gelijk mij allemaal kort naar elkaar zit, zit je wel zo wat te wachten op hem. Zo van, die had toch nog iets. Want Nate krijgt zijn bekomst niet rap in die reeks. Aflevering 1 krijgt ze en daarna corrigeert dat zijn eigen weer een beetje. Maar wacht wel op iets van straf voor die dude, want niemand maakt impact op die gast. En het enige die boven zijn hoofd hangt, is die cd die Maddie heeft. Hè? Maar dan hangt dat eigenlijk ook zelfs nog niet echt boven zijn hoofd, maar meer boven dat van zijn vader. Dus ik zit ook zo eigenlijk een beetje te denken op... te wachten op... Ja, wanneer is het uw beurt eigenlijk? En ongeveer alles wat hij doet, is een soort van tegenreactie op zijn vader uiteindelijk. Ja. Dus eigenlijk zou hij geen moer moeten uitmaken. Maar misschien is het dan weer een overkom. Want dat is ook weer een heel ding in die familie. Zo het overkomen naar de gemeenschap. Mm-hmm. En die hoofd omhoog en dit en dat. Ja. Wat is uw favoriete karakter, behalve Rue? Heb ik echt genoegen. Je zou denken, Jules, maar... Gewoon omdat die zo dicht bij elkaar staan. Maar eigenlijk ben ik een grote fan van Fez, echt. Ik vind hem echt geweldig. Dat hij een... Je hebt zo die scène waarin dat Ash... Geweldig ook waar wat die naam vandaan komt. Ja, mijn god. Je zou denken, Ashton, nee. Hoe dat Ash, die op het einde van het eerste seizoen, sorry spoiler, die mensen hun gezicht gewoon in elkaar klopt, en dat hij daar gewoon bij staat, dude, what the fuck? Dat is top comedy, hè. Hoe dat hij altijd zo rustig blijft, die gezichtsuitdrukking. Ja. Zonder Fez was Euphoria niet... Dat is het perfecte personage die daarin past. Ja, het is op een bepaalde manier, zei het wel, het hart van die reeks. Mm-hmm. En ook daar kun je niet mee akkoord gaan, want Zeefalar is haar punt van, doet jij verkopen nog altijd de drugs, nog altijd. Ja. Ik vind het heel schoon, zo dat ding dat zijn grootmoeder hem geleerd heeft van... Die gast van die onkel dat diabetes heeft gekregen van McDonald's te fretten en dan zijn voeten is verloren en al. En een hartaanval. Dus het is niet omdat wij het verkopen dat je verplicht zit om het te pakken. Mm-hmm. Het is heel mooi en nobel dat hem daaronder leeft, maar je weet dat het eigenlijk niet zo niet werkt. Nee. Maar ik vind vooral ook met het verhaal van Fez nu, dat je weet waarvan dat komt. Je weet
in het begin, je hebt zo altijd bij drugsdealers van, ja, maar ja, je hebt jezelf daarin gerold, het is je eigen keuze, je kunt er wel altijd uit als je wilt. Bij Fez heb je echt zoiets van, what the fuck, man. Je zit er echt in vastgereden. Dit is je leven. Ja, ja. En je kunt daar niet uit. En je zit daarin opgegroeid en in geduwd en je hebt nooit een andere keuze gehad. En ik ben super blij dat ik dat achtergrondverhaal van Fez niet heb gezien. Mm-hmm. Wat dat gewoon nog maar is bevestigd in mijn hoofd. Waarom dat ik dat personage zo graag bezig zie. Omdat alles klopt aan hem. Ja, alles klopt gewoon. Het is een soort van... Het is eigenlijk zo'n Jesse van Breaking Bad van deze generatie. Hè? Ja. Ja, eigenlijk echt. Ja? Ja, dat is waar. Ja. Ik weet ook dat heel veel mensen heel hard opkijken naar Maddie. En dat die zo echt een pik hebben op Cassie. Dat weet ik ook. Dat nu is dat zo heel hard de trend. Maar ik heb eigenlijk heel veel compassie met Cassie. Eigenlijk heb ik... Ja, ja. Ik ben heel neutraal naar mij die toe. Ik heb zo wel het kind. Zo. Ja. Ik denk ook gewoon dat mensen ook een beetje onderschatten hoe goed je acteerprestatie dat eigenlijk is van Sydney Sweeney. Ja. Of zo. Ja. Want ik denk dat gisteren nog op Reddit een artikel zag passeren. Maar dat is zo'n typisch fluff-artikel. Het ging over haar naaktheid in de mm-hmm. reeks. En mensen hangen dat altijd zo wat vast aan uw acteerprestatie. Mm-hmm. Of ga je later nog aan de bak geraken? Ja, ja. En ik vind dat de twee echt los van elkaar hangen. Want er zijn waanzinnig veel actrices die naakt gaan zijn voor een film of voor een keuze. Die nog altijd keihard aan de bak en Oscars winnen. Dus dat doet er eigenlijk niet toe. Mm-hmm. Het is een straffere acteerproces dan de mensen doorhebben. Als, ja. Als jij ernaar kijkt en je denkt van, ah, ze hebben die erin gepakt voor een koppel grote borsten, dan heb je echt een foute interpretatie binnengehaald. Ja. Want 99% van de tijd is ze niet naakt en verkoopt ze nog altijd heel goed een karakter aan u. Ja, en die gezichtsuitdrukking dat die kan maken. Ja. Er is zo'n scène waarin hij zegt van, I'm more crazy. En dat gezicht, it haunts me in my dreams. Trouwens, die heeft ook een zeer goede, in haar aflevering die rond daar draait, in het eerste seizoen, heeft hij ook een zeer goede kindactrice die op haar trekt. Die zo de... Ja. Ik soms denk je van, oké, I'll buy it. Ja. Maar in haar geval, als je zo haar proloogverhaal ziet, dat ze een kind mm-hmm. was met het ijsschaatsen en die vader met de heroïne en al, dacht wel, amai, die kindactrice zou echt haar kunnen zijn. Dus haar kleine zus. Ja, dat is heel satisfying om te zien altijd. Hè? Ja, ja. Als kind actrices er heel goed op lijken. Of omgekeerd als oudere personages heel goed trekken op mm-hmm. de kinderen. Het is niet super hard geval bij Twee Zomers nu, maar... Ja, maar kijk, Twee Zomers hoeft niet de Euphoria van Vlaanderen te zijn. Ah, was het maar zo. Thuis, daarentegen. Dat is die Euphoria van Vlaanderen. Euphoria van Vlaanderen. Ik ging juist zeggen, zou Euphoria, en die Vlaamse Euphoria, zou dat overleven in Vlaanderen? Maar we hebben het eigenlijk al, hè, thuis. Ja, dat is. Wacht maar. Nu nemen ze invloeden waarschijnlijk van Euphoria, want dat hebben we nog niet gedaan. Smit gaan we Frank met wat glitter op zijn gezicht zien. Het is, zeker familie is al grotere sci-fi dat hij zelf doorhebt. Hè, maar ik denk dat hij al zoveel tijdsprongen gedaan heeft dat Bomma 125 jaar oud is of zo op dit moment. Ja, en die kinderen die worden ook zomaar heel traag oud. Oftewel heel snel. Ja, ja. Er is geen tussenzone. Dus het is een alternatief universum, maar ook van alles en nog wat gebeurt. Dat is wel duidelijk. Ik wou het nog over één ding hebben, omdat het valt ook altijd wel op als een reeks gewoon heel goed gedraaid is. Ja. En dat ik ook wel met Euphoria. Ja. Kleintjes hoor, kleine dingetjes waarmee dat ik een verschil zag. Zeker omdat ik ook recent een discussie had over... heb niet veel regisseurs die, of lichtmannen die heel goed zijn in zwarte mensen uitlichten. Mm-hmm. Ik vind dat echt een vak op zich. Ja. Je ziet soms films dat je echt denkt van, je hebt in je leven nooit iemand van Afrikaanse afkomst gedraaid. Mm-hmm. Nog nooit. En ik zag dat toevallig bij, dan was ik aan het kijken, Peacemaker. Ik was naar Peacemaker aan het kijken en zo de helft van die aflevering zijn door James Gunn gedraaid. Mm-hmm. En de rest door zo losse regisseurs die een stijl kopiëren. Ja. En daar zagen van, amai, mijn rekker, maar je hebt nog niet veel ervaring met mensen met een donkere huidskleur draaien, zo te zien. En Euphoria heeft dat keihard door, mm-hmm. hoe dat je die moet draaien. En niet alleen dat, vind ik honderden nieuwe manieren om dat waanzinnig goed uit te lichten. Ja, ja. Je hebt bepaalde kleuren, je hebt bepaalde lichtinvallen die voor mensen met een zwarte huidskleur heel mooi
zijn. En dan heb je zo heel veel regisseurs en cinematografen die dat zo in hun achterzak steken en denken, alright, dit is het. Hè? We gaan dit gebruiken als template voor iedereen. En Euphoria, die vindt zichzelf altijd opnieuw uit in lichtinvallen en, ja. in achtergronden en hoe dat die mensen filmen. En het is ook heel mooi hoe dat die zowel Zendaya als dan Jules naast elkaar heel mooi in beeld kunnen brengen. Want dan is het grootste contrast bijna dat je kunt hebben. Ja. Want Jules is heel wit, hè? Die is echt van porselein bijna gemaakt. Maar dat is exact het voorbeeld dat ik wou inhalen. Ik denk dat het ergens richting einde seizoen is of zo. Je hebt wel een paar scènes waar als elkaar in bed liggen en zo wat verstrengeld zijn of zo wat, weet al, Spider-Man gewijs tegenover elkaar liggen in bed. Ook veel droomsequenties of drugsequenties. Maar er was er één dat ik echt naar zat te kijken. En dat is een combinatie van hetzelfde shot, maar oftewel vier keer anders gedraaid, of elke keer een ander licht op een andere hoek. Mm-hmm. En we zaten er echt naar te kijken en dachten van, holy shit, Zendaya ziet er vier keer anders uit. Ja. Maar echt vier keer anders. Mm-hmm. Gewoon door, als je die van daar belicht, ziet die er 40 jaar oud uit. Ja. En als je die van daar belicht, is die 12. En die kleur verandert constant ook. Het is wel straf, hoor. Ja, heel zot wat die doen met lichteffecten, met achtergronden, met belichting. Ik vind het magnifiek. Ja, en zeker als je dan IMDb-scores bekijkt, zoals mij, dan is er één aflevering die zo boven de 9 uitsteekt. Mm-hmm. In het eerste seizoen, en dat is die aflevering op de kermis. Ja. Op de voor. En vanaf dat begint, heb je ook al door waarom. Ja. Like, je moet nog niet veel verhaal gehad hebben. Of wat gaat er in... Want je denkt automatisch, wat gaat er inhoudelijk in die aflevering gebeuren? Mm-hmm. En wat er inhoudelijk gebeurt, is ça va. Het houdt de bal rollende, maar het is niet dat daar de revelaties gebeuren dat je denkt. Er gebeurt daar niet echt een confrontatie in, maar van dat je denkt, dit zat wel lang op te wachten, of er worden geen dingen uitgesproken. Het is gewoon meer die muziek dat daaraan vasthangt. Een soort van raar doorlopend... Labyrinth heeft ook alle muziek dus de originele muziek van Euphoria is ook allemaal gemaakt door Labyrinth. Ja. En die zijn ook mee executive producers, denk ik, ook samen met Zendaya bijvoorbeeld. En je ziet ook dat allemaal zo goed samenhangt, die muziek. En het is ook een groot compliment, denk ik, ook voor iedereen die aan die aflevering heeft meegewerkt, omdat ik weet dat een van de moeilijkste afleveringen was om te maken. Mm. Omdat dat is tenminste... tenminste... Amai, dat klopt helemaal niet. Dat is niet... Het is een moeilijke aflevering om te maken, omdat je heel veel lawaai hebt. Dat wil ik zeggen. Ja, ja, ja. Dus je hebt heel veel lawaai. Het was heel koud ook, blijkbaar. Die hebben constant de acteurs met zo van die dekentjes moeten verwarmen. Je had inderdaad zo het probleem van het lichtinval constant. Het was heel moeilijk om te draaien voor de cinematograaf ook. Mm-hmm. En dat is een mooi compliment om dan te zien dat die scores ook heel hoog zijn op die aflevering. Dat hun harde werk ook echt... Ja, en kleintjes zelfs, zoals... ze werken heel graag met doorlopende shots, waar dat die camera trucken doet. Waarvan het is geleden van 1917 dat ik een camera zulke trucken zien doen heb eigenlijk. En het mooie is, je kunt dat heel makkelijk wegschrijven als een gimmick, maar het is eigenlijk pas een gimmick vanaf dat je begint op te letten. Ja. Ik vind, hoe dat hij een vloeiende camerabeweging maakt, of als jij beslist om een one-shot te doen die echt een kwartier duurt, het is een beetje like CGI. Als slecht is, ga je er beginnen op letten. Ja. Goede CGI zie je niet, en een goede camerabeweging begin je gewoon te vergeten. Mm-hmm. En, dat is super hard. Als ze al op voorhand zeggen van, ja, ze hebben dingen gedaan waar ze 20 minuten aan één stuk gedraaid hebben. Dan zit je al zo achter je tv van... Mm. Allee, zal ik eens zien waar dat de knipjes zitten. Want ik ben oplettend. En als dat goed is, boeit het je niet meer. Of je vergeet het na een tijd ook gewoon. Nee, ik volg zo een paar Instagram-accounts die altijd leuke weetjes of behind-the-scenes posten. En dan, die zijn altijd obsessed met deze cameratechniek. En dan zo vier voorbeelden uit films of series dat die dan zo naast elkaar liggen. Die allemaal dezelfde cameratechniek gebruiken. Gelijk zo het Vertigo... effect. Ja. En Euphoria is ook een van de weinige series waar dat mij actief niet bijblijft in het moment zelf. Dat je dat achteraf moet zien op mijn Instagram feed en denk van, dat is waar. Ja, dat is eigenlijk exact die shot. Dat is waar. Ja. En dat is ook omdat dat heel goed gedaan is en heel natuurlijk in elkaar overvloeit. En elke camerabeweging heeft ook zo zijn nut, heb ik het gevoel. Ja. Het is zo niet even random wat trickshots en laten zien wat dat ze kunnen. Het heeft altijd... Een soort van betrekking in het verhaal en een meerwaarde. Ja. Ja.
Exact. Ja, ja, het is... het was geen huiswerk. Ik heb me geen huiswerk gegeven. Ik heb er eigenlijk oprecht 2 weken van genoten. En ik ben benieuwd wat de toekomst brengt voor Euphoria. Ik had wel blijven opvolgen of zo. Wekelijks, hè? Een paar afleveringen. Ja. Zolang dat ik er waar Koreaanse zombies kan achteraf zien. Of TikTokkers gevangen in hun huis. Voor God weet welke reden. Voor God weet welke reden. Nee, dank u wel, Imaan. Dank u voor... deze uiteenzetting. Super graag gedaan. Dit was Ben je nog aan het kijken voor deze week. Voor de geïnteresseerden, Euphoria is te vinden op streams en HBO Max. Ik dank jullie voor te luisteren. Aarzel niet om iets te droppen op Facebook, Instagram, Twitter, Patreon of onze Discord als je genoten hebt en de show wilt delen met uw volgers. Ik was Xander de Rijke. Jullie horen mij volgende week weer terug en dan binge je weer iets anders in Ben je nog aan het kijken. Met Xander de Rijke.